Come on, boys! Stan, hoeveel rondes nog? Nog acht. Dan hebben we het wereldrecord. Hoeveel hebben we dan gereden? Dan hebben we 2056 kilometer gereden en zijn we de beste van de wereld. Hoeveel rondjes moeten we nog? Zes! We moeten nog zes. Jongens, staat op het bord daar. En dan? Wat hebben we dan? En dan hebben we het wereldrecord. Hey, kan je eindelijk een keer goed naar Erwin sturen, jongen? Ik twijfel. Nee, ik twijfel. We gaan het niet doen. Prima. Koen, voor de honden van Kamer. Hoeveel rondjes nog? Twee. Nog twee. Deze af die ze nu aan het rijden zijn, dan nog één. En dan zijn we er. Dan hebben we het gehaald. Yes. Oh. Wat is er de laatste lap gebeurd? En we hadden het voorspeld, maar wat is er gebeurd? Ja, hetzelfde als daarvoor. De output pressure is weer te laag. Dus we zullen het nu weer even omhoog moeten gooien, zodat we het wel kunnen afrijden. Gaat deze afstand vragen. Geesje, ze staan stil. Hoeveel is de ronde? Nog steeds de last lap moet er nog komen. En mijn stem wordt schorder. Maar ze staan nog stil. En niet, ja, de stemming is vrij gespannen. Het is niet meer gezellig. Nou, gezellig wel, maar het is gewoon ellendig. Het is ellendig. Chenille, iedereen is daar heel gespannen en jij ligt hier te grieven. Ja, is prima. Wat heb je hierop te zeggen? Ik heb volle vertrouwen in Feiko en Joppe, jongen. Het komt sowieso goed. Ja? Ja. We hebben nu te maken met dat de druk in de flessen eigenlijk niet op de ideale druk staat, zodat de fuelcel of de brandstofcel kan vervangen. Okay. Maar dat is geen groot probleem. Je ziet ook hier dat de jongens best wel kalm aan het werk zijn en ik denk dat we zo weer door kunnen gaan. Hier blijven we. 66, 67, 69, 70. Hij blijft stijgen. Gespannen gezichten. Nee, 76. 75. Top. Dat is goed. Ja, dat gaat. We gaan weer. Ja, de hoeken hebben nog best wel. Gaan we gaan? Zwaai naar rechts! Zwaai naar links! 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 Zijn het bijna, jongens? Hey!
Lekker bommen! Lekker! De beste van de wereld! Beste! Yes! Yes! Weet je wat? Jongen! Hey, jongen! Hey! Ja! Stop! Rem, 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 rem. Ja, we moeten wel anders omstaan, toch? Hij moet eigenlijk inderdaad... Wacht, dit voor binnen. Die rol tape die kunnen we wel photoshoppen. We zijn wereldkampioen! Na het verbreken van het record zijn we meteen doorgegaan om weer nieuwe rondjes te gaan rijden. Dit natuurlijk om te zorgen dat we een zo groot mogelijk record neerzetten en om te kijken hoe ver wij de boundaries kunnen pushen. Okay. Yes. Wat is er net al? Wat is er gebeurd? Nu gaan. Oké, de pressure. We zien hem heel langzaam rijden nu. Oké, hij rijdt nog wel. Maar wat gaat er straks gebeuren? De waterstof is bijna op. Dus zometeen komt er geen waterstof bij de fuel cell. De druk is super laag die nu gemeten wordt. Dus we kunnen elk moment stilvallen. Dus we moeten nu opletten op wanneer ze langzaam uit gaan rollen. En dan zijn we klaar. Dan zijn de tanks helemaal leeg. We zijn officieel tot het einde gekomen. We zijn hier gestopt. Hij was leeg. En je mag niet freewheelen. Dus de wiel mag niet ronddraaien als de motor uit is. Dus vandaar dat we onderweg naar beneden stopten. De communicatie was op het einde weggevallen, voor het eerst. Dus dat was wel weer, maken we het spannend. Maar wat een einde. Start! Ja, filmen voor Guinness. Voor mij ook. Ja, hier. Oké, deze. Wacht dan. Driver, en dit is de wheelpress. Wat gebeurde er precies? Nou, ik weet niet. Het was allemaal rood aan het knipperen en ik hoefde jullie niet meer horen, dus ik zat zo, horen jullie mij? En toen, ik weet niet, het was gewoon... Ja, hij viel net de portofoon en viel uit. Ja. De lampjes branden, dat betekent eigenlijk dat dingen zijn uitgevallen. En het gaat nu over de motor en de fuel cell. Ja, en dan kunnen we niet meer doorrijden. Dus rood maximaal eruit gehaald en nu zijn we klaar. We zijn er nog. Ja, de GPS is uit, toch? Niet zo. Oké. Snel bij elkaar opgeteld zitten nu op 2493,2 kilometers. Zonder witness geen officieel record, dus heel erg bedankt. Ja, enorm. Jullie bedankt. Nee, die was helemaal rood. Het was spannend. Nou, het moment is daar eindelijk gekomen. De tank is leeg en we zijn midden op de track ergens stil komen te staan. Ja. En wat betekent dat nou, Kaat? Nou, dat betekent dat we alle 5 de tanks met waterstof hebben opgemaakt. En dat we ruim het wereldrecord hebben gehaald. Ja. 2488 kilometer volgens mij. 0,5 behaald. Ja. En dat kan niemand meer van ons afpakken. Nee. Er zijn nu ook gesprekken met Guinness. Ja, die worden nog afgerond. En daarna kan het feest waarschijnlijk beginnen. Dus wij zijn nu al helemaal blij. Wij zijn helemaal blij. En het feest gaat beginnen.
Als we wat slaap hebben gehad. Dat wel. So now we are going to make the final announcement. Hello ladies and gentlemen. My name is Sheda Subasi and I am an official adjudicator trained by Guinness World Records. Today on 26 May 2023, I'm here in Immendingen, Germany to announce the official result for the greatest distance driven by car on full tanks of hydrogen fuel prototype. The attempt was carried out by EcoRunner team Delft, Netherlands. It started on 23 June at 09:03 a.m. and finished on 26 June at 8:26 a.m. I can confirm that the attempt is valid. And you managed. You managed 2,488 kilometers and 456 meters. Yes! This is a new Guinness World Records achievement for Eco Runner Team Delft, Netherlands. Congratulations! You are officially amazing. Yeah. We can make pictures and then put the iets meer op you. Let's do. Jullie komen wel bij. Yeah, please one behind or next to the car. Yes. Next to it, so the car is not. Hey, zonder duimpje. Yes. Nice. Yes! Zo is hij aan het filmen. Ja, wel hè. Dan gaat hij alcohol doen, foto's maken en dan staan we daar en praten. Wie heeft dus vertellen? Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je vandaag gedaan? Wat zien we? Yes, waar zijn we? Oh, Delft. We zijn weer in Delft. We zijn weer in Delft. Het is denk ik inmiddels 5:00 AM. Ja, het wordt al licht. Maar dat betekent wel dat eigenlijk dit hele avontuur tot zijn einde is gekomen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil jullie bedanken voor er zijn. En ik wil jou bedanken, Florian, voor de video's. Yes. Thanks. Tot volgende keer. Joejoe. Doeg.